Wat kan ik dan vragen zonder dat hij meteen het gevoel heeft dat ik hem uithoor? Wees subtiel. Ja, oké, dat is niet mijn sterkste punt. Maar... we doen gewoon een fuik. Ja, eerst een beetje subtiele vragen en dan steeds specifieker. Nou, hij klinkt wel gezellig. Ja, of een beetje ordinair. Maar wel leuk, toch? Ja, dank je. Wat? Volgens mij heb ik hem afgeschrikt. Ik noem mijn geliefde altijd Harry. Ja. Had jij ook een koosnaampje voor mijn moeder? Hij heeft al een minuut niets gezegd. Misschien is hij aan het nadenken. Appie? Ik vond laatst dat dekentje dat ik van jou gekregen heb. Vraag of hij nog weet hoe hij eruit ziet. Dat is toch veel te doorzichtig? Dit meen je niet. Hij is gewoon offline.